Jean-Ruby Wang, parlementariër van de VHP, die plaatst de oproep van de Comité Christelijke Kerken en de IRIS in dat van het IMF-programma. Hij ziet er zaken erin dat zorgt voor pogingen die worden ondernomen om de huidige coalitie ten val te brengen, omdat volgens hem de IMF-maatregelen niet makkelijk is voor die samenleving. Men klaagt er heel veel. Men heeft er heel veel moeite dat deze regering deze maatregelen allemaal heeft getroffen. Maar zegt hij dat nu bijkans een jaar voor de verkiezingen het geen zin heeft om deze coalitie ten val te brengen. Laten wij dus wachten op de verkiezingen, zegt Wang, met wie wij daarover spraken, maar ook over de adviezen van het IMF en het IMF-programma en of de regering daar uiting aan zal moeten geven. Maar als we kijken naar de maatregelen die zijn getroffen, er zijn zware maatregelen getroffen de afgelopen periode. En dat heeft niet de president alleen, de regering en ook DNA hier. We hebben het toegegeven. Het waren zware maatregelen. Maar het waren maatregelen die noodzakelijk waren om het toe te passen. IMF-delegatie was hier en ze hadden gezegd van dat Suriname een succesrol is voor de rest van de wereld. Dat Suriname tot zover enig land is die zoveel heeft bereikt met de maatregelen. Als we kijken naar de inflatie, als we kijken naar de importdekking, als we kijken naar de koers, het zijn allemaal resultaten. Ik snap natuurlijk de samenleving wanneer ze praten over van ja, maar minefiri misaka. Maar het neemt toch wat tijd. Het moet eerst vanuit macrogebied komen. Als macro stabiel is, dan pas kan het verder geleid worden naar microniveau. En ik heb het herhaaldelijk gezegd van, als deze regering een doel had om alleen de verkiezing te winnen. Dat is het interessante van onze kiesstelsel. Dat we om de 5 jaren de samenleving, het volk, de kans krijgen om weer te gaan kiezen. En als de regering dat wilde doen, alleen om de verkiezing te winnen, konden ze gewoon geld lenen. Konden ze gewoon zeggen van kijk mijn oliebronnen hier, kijk mijn natuurlijke oliebronnen hier. Neem jullie het, geef me geld. Toch? Leen me geld, ik verpand alles. Dat is wat de vorige regering gedaan had. Maar de regering heeft dat niet gedaan. Ze hebben met verantwoord de schulden afgelost. En u weet hoe lang ze hebben gesproken voor de schuldherstructurering, nationaal en internationaal. Met China zijn we nog steeds bezig. Maar gelukkig, het is al bijna rond. Maar het zijn allemaal issues die wij moeten oplossen door deze regering. Maar het zijn geen issues die zijn veroorzaakt door deze regering. Als de president iedereen happy wilde maken, kan hij gewoon popsicle gaan verkopen. Of uitdelen. Iedereen kreeg geld. En u moet begrijpen, desondanks zo moeilijk de situatie was en nog steeds is, heeft de regering een heleboel subsidies ook nog gegeven aan mensen waarvoor ze echt nodig hebben. Daarvoor EBS-aansluiting. Ik denk niet dat... Ik heb het niet nodig, subsidie voor internet, voor EBS-aansluiting. Maar daarvoor kreeg ik ook subsidie daarvoor. En daar hebben ze gekeken en ze hebben gezegd van nee, dat geld moet naar mensen gaan die de groep waarvoor het echt nodig heeft. En dat heeft de regering gedaan. En als we kijken naar AOV, als we kijken naar verschillende subsidies. De regering probeert toch wel een sociaal vangnet op te zetten voor degenen die het moeilijk hebben. Ja. Maar zoals ik de vraag al stelde, dat er pogingen worden ondernomen om de huidige coalitie ten val te brengen. Dat er mensen en of actoren bezig zijn om dat te doen. Kijk, niet alles... Het gaat om perceptie. Het gaat om perceptie en vanuit welke hoek je bekijkt. Als ik zo kijk, misschien is het een 9 en als ik om de zijde kijk, is het 6. En dat gaat om de perceptie.
niet, ik kan alleen zeggen dat niet alle bewegingen of niet alle operaties die waarvoor ze willen uitvoeren in het belang is voor land en volk. Het kan ook politieke overwegingen zijn. We zitten in een pre-electoraal jaar, volgend jaar is de verkiezing. En ik verwacht meer van deze soort acties. Steeds meer en meer. Omdat het pre-electoraal is. Nog geen, laat zeggen, over een jaar hebben we verkiezing. Wat voor zin heeft het om nu te gaan zeggen van ja, de regering moet naar huis. 1 jaar voor de verkiezing. En wat is de reden? Grondig genoeg om de regering naar huis te sturen. Zo ziet u dus dat. Ja. En hoe vertaalt u dit? Benadrukt wordt dat niemand in Suriname boven de wet staat. En dat elke onherroepelijk vonnis van het Hof van Justitie moet worden uitgevoerd. Niemand staat boven de wet. Wij moeten ons gehoorzamen aan de wet, sowieso. Dus daarvoor ben ik helemaal eens met de stelling dat niemand boven de wet staat. En als er een vonnis is uitgesproken, dan moet het wel uitvoerbaar zijn. En eenmaal u het over IMF had, heer Wang, heeft IMF bij hun recentste bezoek dan ook wat aanbevelingen gedaan aan die regering, waar ik het met u daarover moet hebben en hoe u dat interpreteert. Ja. Voor de vervolgmaatregelen geeft IMF de regering de volgende adviezen. Werken aan beleidsimplementaties. Wat verstaat u daaronder als volksvertegenwoordiger? Of hoe ziet u dat? Als ik het moet vertalen, denk ik dat IMF bedoelt in de richting van sociaal vangnet. De sociale maatregelen om de zwakkeren, in de zin van sociaal zwakkeren, te helpen en ondersteunen. En inderdaad, de regering heeft wat dat betreft gefaald, omdat niet een goede communicatie was tussen sociale zaken, de minister en de staf. En we hebben dat ook herhaaldelijk door een aantal leden hier in de hoogste college van staat dat herhaalt. Er is een budget vrijgemaakt voor sociaal zwakkeren. Maar we hebben niet genoeg gebruik van gemaakt. Wel gebruik van gemaakt, maar niet naar voldoende mate. Dus wanneer IMF zegt van beleid, ga ik in de richting van de ondersteuning naar sociaal zwakkeren toe. Het opbouwen van capaciteit, denk ik dat de ambtenarenbestand en de human resources in die richting denkt u. En ambtenaren die hard werken, die moeten beloond worden? Ja, sowieso. Kijk, IMF. Zij waren degene die hadden gezegd van stop met bevorderingen. Stop met toelages aan ambtenaren. Stop met dit, stop met dat. Maar ik ben blij dat ze nu zeggen van ja, ambtenaren die hard werken moeten beloond worden. Inderdaad. Als we kijken naar de ambtenaren, hoeveel ze verdienen per maand, is ver beneden de internationale standaard. Dus ik ben blij dat IMF dat naar voren heeft gebracht. Dat ambtenaren wel beloond moeten worden. Met name de ambtenaren die hard werken, wel beloond moeten worden. En als laatste advies die ze meegeven, zij die niet bijdragen, moeten onherroepelijk ontslagen worden? Helemaal. Spookambtenaren moeten weg. Mensen die niet werken, mensen die niet verschenen, mensen die door bepaalde relatie of bepaalde contact daar zijn binnengekomen in het systeem, maar die niet werken, die niet verschenen, die niet capabel genoeg zijn, die moeten weg. Ik had hier een keertje ook gezegd van als iemand om 5 uur moet opstaan, kinderen verzorgen en naar werk moeten gaan om 7 uur en werkt tot 3 uur in de middag en die andere meneer die slaapt tot 11 uur, gaat misschien even tekenen en komt terug en ze verdienen evenveel. En het kan zelfs zijn dat de tweede meneer die minder werkt, meer verdient,
dan die hardwerkende meneer van die 5 uur opstaan. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Iemands verdiencapaciteit moet in relatie zijn met hoeveel hij uitgeeft in tijd, hoeveel hij uitgeeft in energie en hoeveel hij uitgeeft in zijn capaciteit. Dus helemaal eens, mensen die niet werken of mensen die niet verschenen, moeten ervan af. Maar 15 maanden voor de verkiezingen, want we weten het, hoe het land in elkaar zit. Men probeert overal zielen te winnen. Gaat men een dergelijke maatregel daadwerkelijk nemen, heer Wang? Want dat is wat die samenleving wil weten. Ik zit niet bij de uitvoering. Ik zit niet bij de uitvoering, maar als ik hier namens het volk praat, als ik hier als een DNA-lid sta en u spreek, ben ik wel voorstander van de mensen moeten weg. Het maakt nou niet uit of we in pre-electoriaal zitten. Mensen die niet werken, moeten weg. En elke regering zit te kampen met dezelfde issue. En alle leiders denken in uw richting van, als ik die mensen weghaal, wat gaat gebeuren? Maar er moet een verandering komen. Uiteindelijk moet er een verandering komen dat voor eens en altijd het probleem opgelost wordt. Men moet gaan leren van, u moet gaan werken, u moet opstaan om uw centen te gaan verdienen. En niet door bepaalde contact, door bepaalde relatie, daar zit in het systeem. En het is oneerlijk tegenover mensen die 3-4 banen moeten gaan draaien. Ik kon niet eens zeggen voor een goed leven, maar voor een stabiel leven. Het is niet eerlijk. We interviewen u vaker, heer Wang, en u zegt er altijd in uw interviews dat u deze president goed kent, van dichtbij kent. Durft hij een maatregel te nemen? Durft de regering Santokki een dergelijke maatregel te nemen? We hadden in de DNA al zo'n wet behandeld over de spookambtenaren. Ik ben de naam even kwijt, het heeft natuurlijk een andere benaming. Maar we hadden wel in DNA behandeld. En daar had ik mijn uitspraak ook gezegd van, het is niet eerlijk. Een aantal leden, een heleboel leden van mijn fractie, waren eens met het standpunt. Dus de regering is intussen al bezig om het op te lossen. En eigenlijk binnenkort moeten we ook dat van dubbele functies op de operatietafel brengen. Het is ook niet eerlijk. Dubbele functies van DNA-leden. Van DNA-leden. Ik wilde dat u dat even benadrukte. Dubbele functies van DNA-leden. Dat is een initiatiefwet door mijn collega, ingediend door mijn collega Kishen Ramsukul, als ik het goed heb. En dat wordt ook behandeld. Het zijn allemaal geen populaire maatregelen, maar het zijn maatregelen. Kijk, we zijn jong. We zitten in DNA en we willen bepaalde problemen die zijn gecreëerd in het verleden rechttrekken. We weten niet of we nog terugkomen, maar als we nu een stem kunnen laten horen, willen we wel rechttrekken. En dat is onze uitgangspunt, ook onze partijideologie.